Ik ben Wouter-Oude Elbrink, coatingspecialist Noordoost-Nederland voor de firma Schippers. Ik begeleid melkveehouders die interesse hebben in voergrootcoating door een afspraak te maken en langs te gaan om te kijken in hoeverre de voergroot is ingevreten en wat de wensen zijn met betrekking tot de afstand van het voerrek naar de voergang toe. Advies is daarop 1,50, maar dat kan verschillen. De drie grootste redenen dat melkveehouders hun voergroot gaan coaten is voeropname uiteraard, werkplezier en stalbehoud. Wat je merkt is dat de bacteriën die in het beton zitten, het proces van het rotten van het voer op de voergang versnellen. Dan ga je daar een kunststoflaag aan brengen, dan krijg je fysieke barrière. En deze fysieke barrière die zorgt er dan weer voor dat de bacteriën geen kans krijgen. Meer redenen voor melkveehouders om voergrootcoating te nemen is vooral dat de voergroot uitvreet en deze gaat stinken. En men kan op zijn klompen aanvoelen dat het minder goed is voor het voer. De voordelen van onze Floor Equal Coat van MS Schippers is dat het uit één geheel bestaat. Wat je doet is je mengt een A-component en een B-component door elkaar, giet het uit over de voer. En die zet zich tijdens het uithardingsproces volledig vast in het beton. Dit ten opzichte van andere coatings die uit lagen bestaan of volgestrooid worden met zand, is het één geheel en is pure hars eigenlijk. De voordelen van deze unieke eenlaagse coating is dat het goed bestendig is tegen zuur, tegen vocht, tegen het aankoeken van voer op de voergang. Hoe het in zijn werk gaat is dat de melkveehouder eerst de vloer schoon moet maken. De vettigheid moet van de vloer af. Dat betekent dat je met een hoge drukspuit goed de koek eraf moet spuiten. Daarna met een zuur behandelen om het laatste beetje vettigheid uit de vloer te krijgen. De vloer etsen noemen ze dat ook wel eens. En daarna is eigenlijk het meeste werk gedaan, want de vloer moet dan drogen. En dat doet de moeder natuur. En de dag erop kun je beginnen met coaten en dat stelt eigenlijk niet veel voor. Eerst wordt er een tape getrokken om de breedte te bepalen die afgesproken is. Component A en component B meng je tot één geheel in een blik. Dit mengsel vloei je uit over de voergang en verdeel je netjes. Component A en component B vinden elkaar in 24 uur. Dat betekent in 24 uur is de coating hard. En kan er gevoerd worden. En het voordeel is dat het dus heel erg simpel is. Dus ik zeg ook altijd, coaten kun je zelf. Als ik bij een melkveehouder op zoek ga die geïnteresseerd is in voergrootcoating, dan adviseer ik altijd een stukje schoon te spuiten, zodat we die vloer goed kunnen inschatten. Wat ik dan wel merk, is dat mensen eigenlijk schrikken van hoeveel rotzooi er eigenlijk in zo'n voergroot zit. En welke geur daarbij vrijkomt. Het leuke van mijn werk is dat elke melkveehouder die voergrootcoating legt, na de tijd heel gelukkig is met het resultaat. Minder broei, minder restvoer, meer plezier in arbeidsgemak met aanschuiven. En elke keer als hij gaat voeren, dan weet hij dat zijn koeien van een schoon bordje eten. Als melkveehouders geïnteresseerd zijn in voergrootcoating, bel ons op. Dan komen we langs voor gedegen advies.